Yo mensen, tof kijken naar deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA Boy 1999 met vandaag weer de nieuwe Mario Bane Manager Career Mode bij Brantford. En vandaag gaan we beginnen aan het nieuwe seizoen met Brantford, met Mario Bane. En er gaan wat spelers vertrekken en er gaan ook wat spelers bijkomen, jullie gaan het zien. Uh, ik probeerde eigenlijk uh, ja, Peders te halen, dat lukte niet. Toch die wij hebben opgeleid. Dus uh, die lukte helaas niet. Ik ja, probeerde... Kon... Aan de, de, te delegeren voor Verdonk. Maar ook die lukte helaas niet. Tegen tegen Brent, met Brantford gaan we nu simuleren tegen FC Porto. En deze wedstrijd, die winnen wij met 2-1. Dat is toch een uh, verrassende overwinning, eigenlijk voor ons. Uh, er gaan zeker wat transfers komen. Ook wat hele bijzondere transfers die we niet zo snel hadden verwacht. Maar we kregen het zo'n mooi aanbod voor. Dus dan konden we het eigenlijk niet gaan weigeren. We hebben nu even kijken, spelers die sowieso op de transferlijst zijn gezet door ons. Sommigen op de leenlijst. Even kijken, nu Marseille. Davis Soglu krijgt een aanbieding op. Uh, van Juventus. En ik vond het, uh, ik vond het verleidelijk. Dus ik, heb, uh, ik ga onderhandelen met Juventus. Um, over uh, Davis Soglu. Nou, 8 miljoen gaan we niet doen. We gaan gewoon een transubedrag instellen. Geen ruildeal. 75 miljoen. Nee, ze willen dan Walker Peters ruilen. Nou, dat, dat wordt hem ook niet. Dus ruilspeler weghalen. En. Uh, dan maak ik er 70 miljoen van. En met 70 miljoen gingen ze akkoord. En dat betekent dat David Zulklo gaat vertrekken, en die gaat naar Juventus. Waarvan Mario Beem vorig seizoen zei dat we hem nodig zouden hebben in de Premier League. Gaat hij toch vertrekken voor 70 miljoen naar Juventus. en hopen dat hij daar slaagt natuurlijk. En betekent dat, dat we weer wat jonge spelers kunnen gaan halen. Jonge spits moeten we gaan halen. We verliezen hiervan van Marseille dat wel. Dat is dan wat minder. Transfer voor Ayer. Die gaan we, ja, we gaan onderhandelen. Maar die gaan we niet verkopen aan AC Milan. Ja, we zitten wel qua verdediging even krap. Dus hij is wel een van onze goede verdedigers. Dus eigenlijk ja, moeten we hem niet verkopen. Jullie kunnen nog gewoon jullie suggesties achterlaten. wie jullie willen zien hier bij Brentford. Bij de career mode met Mario Been. Bij deze aflevering gaan er ook voor mij initiatief wat spelers bij komen. dus de nieuwe Spits. Het is een Nederlander, voor de rest ga ik nog niks zeggen. Een Nederlandse spits gaat hier komen naar Brentford. En die moet eigenlijk David ja, Soglo doen vergeten. En of dat gaat lukken, dat weet ik niet. Dat is uh, Sydney van Hoydonk. Die gaan wij terughalen. Of niet terughalen, die gaan we halen naar de ploeg van Mario Bane. De 24-jarige spits. En dan gaan we akkoord met Timo miljoen. Dat is misschien ook wel te veel geweest. Maar goed, uh, ja. hij wordt onze nummer 1 spits. Sydney van Hooydonk krijgt de basisplaats. Gelijk zijn eerste belangrijke wedstrijd die hij gaat spelen is tegen Manchester United. Want we spelen de Community Shield wedstrijd tegen Manchester United. En dan mag hij gelijk zich gaan bewijzen. Sterker nog, hij mag hij deze voorschappelijke wedstrijden nog gaan bewijzen. Want er zat er gelijk in tegen Espanyol. En we gaan even kijken wat we doen tegen Espanyol. 1-0 winst, kijk dat is mooi. Dat is zeker mooi. De halve finale nu tegen Braga. Perez, dat wordt hem niet. Deze speler, en een jaar uit, Navarro. De jeugdspeler. Henry gaan we niet verkopen. Dat was ook verleidelijk. Op zich hadden we het kunnen doen. Dan moeten we wat jongen linksachter hebben. En ik zat misschien wel te denken aan. Ja, ik wil niet te veel Feyenoorders gaan halen. Of veel Nederlandse spelers. Maar ja, Malatia. Laat gewoon achter wat jullie willen zien. Half finale tegen Braga in deze wedstrijd. Verliezen we op strafschoppen. Dat is dan weer een domper. Dus 4-3 uh, nederlaag qua uh, strafschoppen. Liggen we dus uit het verschappelijk toernooi. Maar betekent wel dat we ons kunnen focussen. En Navarro is uitgeleend, top. Dat was het kunnen focussen op de wedstrijd in de Community Shield. Angelo gaan we zeker niet verkopen, onze doelman. Die behouden we zeker. Um, ja, van Verhoordig hebben we dus nu. Ik ging even kijken of er wat, sowieso wat in Nederland zat. Qua spelers die we dan kunnen toevoegen aan de elftal van Brentford bij onze oude club, Go Eagles. Simon Mulder, die heb ik op de lijst staan. Die gaat ook denk ik wel komen. We gaan even kijken wat er verder nog wat zit. In Nederland bij Goed, Ik had hem even weggeklikt. Even terug. Goed Eagles hier. Middenvelders hadden we daar wat tussen samen. Mike Kuipers. Die zetten ook maar even op het lijstje. Um, voor de rest, Savi Simons. Dat lijkt me nog wel een goeie. Tuurlijk hadden we in het begin toen we in de Championship speelden nog niet gehaald. Maar ik denk dat hij namelijk nou wel van goede waarde kan zijn. Ook al hadden we bij Goed nog niet echt gezien. Moeten we natuurlijk eerlijk bekennen. Maar ik denk dat hij hier bij Brentford wel goed gaat aarden. Samen met Eriksen op het middenveld. Gaat dan wel ten koste van de middenvelder Taylor die er nu staat. De man die vorig jaar in ruilduel kwam met uh, Wissa. Even kijken, Dijkstra hebben we er ook toegevoegd. Maar zo we de spelers een beetje bij coëtten die we eigenlijk vorig seizoen niet hebben gehaald. Die we eigenlijk nu wel kunnen halen. Duhlman is verkocht, als ik het goed heb gezegd. En deze speler gaan we niet verkopen. Bastiba is ook verkocht. En Mulder gaan wij, uh, hebben wij toegevoegd aan de selectie. Ik heb dus niet alles erin gezet, zie ik nu. Maar Mulder is naar de club gekomen. En Carman, Carmona lenen wij uh, niet uit. Of wel, had ik dat nou wel gedaan? Ik heb geen idee. Abate wel in ieder geval. En Carmo, Carmona ook. Maar we hebben dus wat spelers erbij gehad. Gilbert die lenen we ook uit. Gaan we delegeren. Deze gaan we niet verkopen. Het is heel veel dingetjes hoor deze aflevering. Quartal soort spelers die zijn gekomen. Zet er nu toe van Hoordonk. En uh, uh, nee niet Kuipers, ik Mulder. Mulder hebben wij natuurlijk ook binnengehaald. Deze spelers lenen we uit. Fors verkopen we niet en George verkopen we ook niet. Want we hadden natuurlijk wat spitsen uitgelegd. Nu de spits uitgelegd. Carmona die het goed deed vorig seizoen. Deze spelers verkopen we. Die gebruikten we toch al niet. Abate is uitgelegd. Cox is verkocht. De doelman die we al helemaal niet gebruikten. Bitzroep gaan wij afwijzen nog voor nu. Sanos. Rijldeel met de spits wijzen we ook af. En Angelo wijzen we weer af, want die gaat niet vertrekken. Langzamer richting de wedstrijd. Weer wat spelers die verkocht zijn. Sanos, aanbieding van Watvoet, gaan we niet op in. Zeker niet van de, League, van de Premier League ploeg. Deze spelers verkocht. Gilbert is uitgeleend. En dan zijn we nog langzamerhand naar de wedstrijd tegen Manchester United. Waar we nog wat spelers gaan halen. Ja, want ik wil Xavier Simons binnenhalen voor deze wedstrijd. Uh, voordat deze wedstrijd begint in Rijldeel wil ik het proberen met Taylor. Maar daar gingen ze niet meer akkoord, Goed. Ze willen 120 miljoen. Dat is voor go Eagles zijn er best veel. Nou, kunnen we het doen, want we hebben het geld. Maar ik vond 120 miljoen wel te veel. Dus ik zei: Weet je, 110 miljoen. En daarmee gingen ze niet meer akkoord. Uh, 115 dan, op de helft. Ja, 5 miljoen minder. Nou, dat is toch 5 miljoen minder. Maar wel voor Goed. Ontiegelijk veel geld. 115 miljoen voor Xavier Simons. En we gaan kijken of dat het uh, waard is. Ze hopen het wel. We hebben het natuurlijk ooit gehaald bij Goed. Omdat we een, toen een jeugd. Uh, gewoon wouden talent. De kans geven. En nu laten we hem doorstromen naar Brentford. Een ploeg die net is gepromoveerd naar de Premier League. Hier zien we hem Xavier Simons. In zijn eerste wedstrijd gelijk voor Brentford. Erikse nog altijd aanvoeren. Angelo daarachter. Dan we van der Meer, ook een Nederlandse speler. En de rest volgt van beide opstellingen. Bekijken. Deze Community Shield wedstrijd gelijk. Xavier Simons op de banner achter het achter achter doel. Mooi gedaan door de supporters. Terug in Engeland tegen. Uh, Manchester United, Xavi Simons. Hier zien we de Community Shield-schaal. De vraag is, wordt het Brentford of Man United? Brentford die uh, vorig seizoen een goed seizoen had. Onder leiding van Mario Been. die uh, sowieso goed deed bij go Hier zien we Ronaldo natuurlijk bij Manchester United. En ja, Mario Been hoopt zelf ooit in de toekomst trainer van Man United te worden. Maar ja, er moet er heel wat gaan gebeuren natuurlijk voor hem... En zijn ploeg. Het is onze elf. Angelo van der Meer, Beukema, Ayer, Henry, Mars, Eriksen, Ximons, Sanos, Van Oordonk en Mikkelsen. Nog steeds voorin. Van Oordonk, dus nieuw daar in de voorhoede. En op dat middenveld is Eriksen nieuw erbij gekomen. En niet Eriksen, Ximons er nieuw bij gekomen. Dit zijn de elf van Man United. Henderson van Bissaka, Dio. Toen ze bij Williams, Fernando, Sangare, Moura, Fernandez, Rashford en Ronaldo. Dat zijn de elf namen van Man United. Maar kijken wat het wordt deze wedstrijd? Nu, tussen de eerste helft helemaal niks gebeurd is. En hier dus al in de tweede helft zijn aangekomen. Een hele stille en rustige eerste helft was het in deze wedstrijd. Maar nu komt Man United eigenlijk eindelijk een keer op gang in de tweede helft. Bal weggehaald nu. Dat wordt goed gedaan door Beukema. En de bal nu weer dus voor Xavi Simons, die met zijn balcontact hier de bal richting Sanos krijgt. Sanos, daar is de snelheid langs. Dat komt er een kans voor, voor Brent Fort. Eigenlijk de eerste grote kans. De voorzitter op Xavi Simons in de handen van Henderson. Het was zijn eerste kans voor zijn doelpunt, maar Xavier Simons krijgt hem er niet in. Lucas. Mancini is naar Everton vertrokken, zien we bovenin staan. Transfer bevestigd. Waar Lucas nu het bal besteed heeft. Ronaldo, Lucas. Bol nu Sangare, Ronaldo. Lucas, die uh, komt daar makkelijk langs. De tackle is niet goed van uh, Brentford spelen. En dan is het uh, goed te delen uiteindelijk. Waar uh, Mulder nu erin komt voor Sanos. De debutant. Mulder doet dus nu voor zijn eerste wedstrijd voor Brentford. kwam over van Go Ahead uh, Ja, Gaan we dus kijken hoe hij het gaat doen hier bij, uh, bij Brentford. Mulder binnen de lijnen voor Sanos. Henry gaat nu op zijn uh, snelheid daar langs. Henry. Komt aan de voorzitter. Die komt er. Bal uiteindelijk weggehaald door de verdediging. Opgevangen hier door Van der Meer, die er altijd goed staat, de Nederlander. En één keer geschoten door Van Hoordonk. En dan is het 1-0 voor Brentford. Sydney van Hoordonk, de zoon van Pierre van Hoordonk, schiet Brentford op 1-0. En zo mag hij de score openen. Zijn debuut in een grote wedstrijd voor Sydney van Hoordonk. En hij schiet hem binnen 1-0. Ik zou Simons wat aan de kant gehaald. Te vervangen is Taylor. En Simons is zichtbaar aangeslagen door die wissel. Maar we begrijpen ook al dat hij niet de hele wedstrijd kan spelen. Van der Meer. Voorzet niet goed voor Van der Meer. Nog een kwartier te gaan. 1-0 voor Brentford. Doelpunt Sydney van Oordonk. Westford. Fernando. Fernandez. Sangare. Sensio. Weghaald nu. Opgevangen hier dus nu voor uh, Ayer. Smart. Vervanger van Eriksen. Die niet hier uh, goede paas in huis heeft. Fernandez. Ronaldo. Fernandez wordt het nu oppassen voor de verdediging van Brentford. Want Fernandes komt daaruit, Houdt dan wat in. Dat is uh, ja, niet zo goed geweest. Ronaldo. Kan Brentford Ronaldo stoppen? Want Ronaldo is er nu door. Ronaldo is er door. Dan komt er de kans van Cristiano Ronaldo. En Angelo met een goede redding. Red de bal van San Ronaldo. Minuut 87. Rashford. Er, Ayer. Ondertussen is Ronaldo gewisseld. Gefrustreerd naar de kant gegaan. 1-0. De laatste minuut van de wedstrijd gaan in. Bij deze 1-0 Slash overwinning. Met vraagteken. Je weet maar nooit in de laatste minuten. Van Hoordonk. Die daar de bal goed opvangt. Van de verkeerde uiteraard van de doelman. Van Hoordonk en de redding. Had zijn tweede kunnen zijn in de beslissende. Maar hij krijgt er niet in. Wel de hoekschop in de laatste twee minuten. Voor. Man nee, niet voor Man United. Voor Brentford. En de keeper gaat hem nemen. Angelo met de voorzet. Die kan voorzetten geven natuurlijk. De bal is uiteindelijk weggehaald door Sangaré. Opvangen weer door uh, de invaller K. Die de bal maar weer eens voorslingert. En de kopbal komt er niet. Wel weer de hoekschop voor uh, Brentford. De laatste kans voor een 2-0. En de beslissende hoekschop van Smart. De kopbal van Ayer en het is uh, de 2-0. De prachtige kopbal zorgt ervoor dat Brentford hier met de Community Shield naar huis gaat. En, en dus meeneemt in de prijzenkast 2-0 door de centrale verdediger Ayer. Waarvan te sprake was dat hij misschien zou vertrekken. Maar alles is minder waar. Hij blijft. En dat wil hij zo laten zien. De beslissende binnengekopt. Mario Been wint zijn eerste prijs in de... Ja, niet, niet met uh, Brentford, Maar wel een eerste grote prijs eigenlijk. Na de, naast de FA Cup. Nu ook de Community Shield. Dus nu binnen. En de vraag is, waar gaat dit stoppen? Waar gaat dit stoppen? Het is hem bij uh, go nooit gelukkig kampioen te worden. Maar gaat het met Brentford wel lukken? Wordt het de Leicester city van, uh, van toen? Wordt het dat nu? En we hebben dus schaal te pakken. We gaan gelijk door. De laatste dingen. Uh, jullie gaan de volgende aflevering kijken. Dus naar de aantal wedstrijden. Ik zou we zeggen nu alvast. Bedankt voor het kijken. Tot morgen weer bij een nieuwe Brentford Career Mode. En dan zeg ik zoals het tijd En zoals nu. Later.